gaan het dit keer hebben over de basics van mild hybrid. Nou, het is een stukje aandrijftechniek die net eventjes valt onder de full hybrids. En het belangrijkste kenmerk hiervan is dat de elektromotor die aanwezig is, vooral bedacht is om de verbrandingsmotor te ondersteunen, maar niet om in zijn eentje de complete auto aan te drijven. Nou, waarom hebben we deze systemen? CO2. Met een mild hybrid kun je namelijk het brandstofverbruik naar beneden drukken, doordat er gerecupereerd kan worden en omdat er een stukje verbrandingsmotorondersteuning plaats kan vinden. En het is vrij goedkoop. Er wordt gewerkt met lage spanning. Wat ik zei, bij 48 volt houdt het ongeveer op. Dat betekent dat er onder andere ook de veiligheidsvoorzieningen een stuk eenvoudiger kunnen, want er is geen hoogspanning. En de onderdelen zijn een stuk goedkoper. Maar hoe dat in zijn werk gaat, dat ga ik nu eventjes schetsen. Ik schets in dit geval even een voorwielaandrijver. Dat is lekker makkelijk. Ik heb hier een wiel. Zo, van bovenaf gezien, band, profiel erin. En ik heb er hier nog één. En daartussenin zit natuurlijk de aandrijflijn. Nou, hier de verbrandingsmotor. In het geval een viercilinder. En die heeft daarachter een versnellingsbak zitten. En nog een differentieel. En van daaruit worden de wielen aangedreven. Nou, het hybride gedeelte bij een mild hybrid. Er zijn eigenlijk een paar varianten. Nou, de plaats van de elektromotor, dat kan variëren. We hebben systemen gezien, daar is de elektromotor, ik moet eigenlijk zeggen de startgenerator, want het is zowel een dynamo als een elektromotor in één doorgaans. Nou, we hebben systemen gepresenteerd gezien die in het vliegwiel geïntegreerd zijn. Op de weg komen die eigenlijk nauwelijks tegen. Het meeste wat we zien, dat is een systeem waar die startgenerator gewoon op de plek van de dynamo zit. En die worden gewoon met een snaar, ik teken even zo de snaar, en daarbinnen zitten natuurlijk poelies, wordt die verbrandingsmotor gestart met die startgenerator, we noemen hem eventjes SG. Je ziet ook wel eens de term ISG, bijvoorbeeld van Integrated Start Generator, dan hebben we het voornamelijk om het ding wat in het vliegwiel zit. Of BSG, Belt Start Generator, dan hebben we het over de riem. Maar goed, startgenerator dus. Nou, die is eigenlijk bedacht om de motor te kunnen starten en ook als de motor uitrolt, of als we uitrollen de motor, om weer energie op te wekken, of tenminste elektrische energie op te wekken. En nou, die elektrische energie die zit in een accu. Je verwacht het niet. En dat is bij de meeste mild hybrids is dat een 48 volt systeem. Is dat een 48 volt accu? Zo. En nog een pol. Maar goed, dit is natuurlijk de enige generator in de auto. Er is niet meer een 12 volt generator. En dat betekent om toch het bordnet te kunnen voeden, de radio, de verlichting, hebben we 12 volt nodig. En om daarvoor te zorgen is er een omvormer aan boord. Gelijkstroom naar gelijkstroom, maar dan wel van 48 naar 12 volt. Sommige fabrikanten die plaatsen daar dan weer een aparte accu voor. Sommigen die zeggen ook gewoon van nou, we hebben die omzetter en daar is de 12 volt die we hebben moeten en dat is hem. Maar bij sommigen zie je er nog een tweede accu bij. Dat is dan vaak gewoon een loodaccu. 12 volt. En dit is doorgaans een lithium-ion accu. Mocht zo'n 12 volt accu aanwezig zijn, dan zit hij vaak of onder de motorkap of in de achterbak weggewerkt. 48 volt accu, die komen we vaak tegen onder een van de voorstoelen. En dan de omvormer, die zit dan onder de andere stoel vaak weggewerkt. En ja, zo neemt het systeem relatief weinig ruimte in. Nou, het idee is eigenlijk om te zorgen dat je met die 48 volt ja, iets meer vermogen hebt dan met een 12 volt systeem. Want ja, vermogen is natuurlijk altijd nog P is U maal I. Nou, als we de stroom gelijk houden en we verviervoudigen de spanning, dan wordt natuurlijk ook het vermogen vier keer zo groot. En dat werkt uiteraard zo als de motor gestart moet worden, maar het werkt ook andersom wanneer we gaan laden. Nou, dat laden dat kan op verschillende manieren. Er kan bijvoorbeeld energie of elektriciteit opgewekt worden wanneer we uitrollen voor een stoplicht. En
remmen af op de verbrandingsmotor. Nou, dan wordt daar natuurlijk elektriciteit opgewekt. Er zijn ook bedrijfsomstandigheden waarbij bijvoorbeeld het accuniveau onder een bepaalde waarde komt. Ik zal even zo'n accu tekenen en dan de accu. Stel nou dat het niveau onder een bepaalde grens komt. Er wordt voorlopig niet geremd, want we rijden op een snelweg of wat dan ook. Dan kan natuurlijk ook die verbrandingsmotor zichzelf die generator aandrijven. Waardoor die motor iets hoger belast wordt. Maar een hogere belasting bij een verbrandingsmotor, dat betekent vaak ook nog een hoger rendement. Als je tenminste in het goede toerengebied zit en het goede belastingsgebied. Nou, zodoende kan die accu weer tot een bepaald niveau bijgeladen worden. Daarboven, ja goed, dat is niet direct nodig. Maar dan heb je hier een ideaal werkgebied waar je je elektriciteit uit kunt halen. En nou, die elektriciteit die kan voor verschillende dingen gebruikt worden. Je kunt bijvoorbeeld vliegensvlug die verbrandingsmotor starten. Want je hebt natuurlijk meer vermogen dan dat je met 12 volt had. En dat is natuurlijk bij start-stop is dat prettig, want het is een stukje comfort. Hoe eerder die verbrandingsmotor start, hoe sneller je weer bij een stoplicht weg kunt als het op groen springt. Zonder dat je hoeft te wachten van, oh ja, we moeten even op gang komen. Die startmotorgenerator die kan ook de verbrandingsmotor naar een hoger toerental meteen brengen. Wat natuurlijk ook alweer comfortabel is, net even boven stationair. Andersom is het ook bij sommige auto's het geval dat die startgenerator de verbrandingsmotor afremt. Wanneer er bijvoorbeeld opgeschakeld moet worden en die verbrandingsmotor in die hogere versnelling natuurlijk met een lager toerental moet werken, kun je natuurlijk die generator, die verbrandingsmotor af laten remmen. Dat levert een klein beetje energie op, maar het zorgt ook voor een stukje comfort. Nou, zo zijn er allerlei schakelstrategieën te verzinnen voor die startgenerator. Maar belangrijk is natuurlijk ook dat we er een beetje brandstof mee besparen, want dat was natuurlijk de hele inzet van het verhaal. Nou, dat brandstof besparen, dat kan door bijvoorbeeld de verbrandingsmotor te ondersteunen. Het koppel van zo'n elektromotor, moet je niet heel veel van verwachten. Als je een flink ding hebt, dan zou dat wel eens 120 Nm kunnen zijn. Maar het is vooral koppel wat je niet doorgaans optelt bij het koppel van de verbrandingsmotor. Want als ik de koppelkromme zo hier zou tekenen, dan ziet die er ongeveer zo uit. Die elektromotor, dit is dan de koppelkromme van de verbrandingsmotor. Wat die elektromotor doet, die zorgt dat hij daarvoor een beetje in actie komt. Maar daarna zakt hij eigenlijk alweer in. Dus het is voornamelijk als we dat bij elkaar, of tenminste eigenlijk moet ik het hier ondertekenen en bij elkaar optellen, dan krijg je die rode lijn. Maar die rode lijn van die som van die twee motoren, die komt eigenlijk nooit boven het maximum koppel van die verbrandingsmotor uit. Of minimaal. Nee, het is voornamelijk dat we hier al in het lagere toerengebied extra trekkracht genereren met die startgenerator. En ja, alles wat die elektromotor doet, dat hoeft die verbrandingsmotor niet te doen. Want ja, we rijden zelden op het maximum. Als je de helft van het maximum koppel gebruikt in normaal verkeer, nou, dan is het al heel wat. Dus als je dat voor een belangrijk deel kunt invullen met elektrotractie, nou, dan bespaar je brandstof uit en dus CO2-winst. Of tenminste, geen CO2. Het is maar net van welke kant je het bekijkt. En, nou, in basis is die startgenerator niet heel veel groter dan een flinke dynamo, zoals we die eigenlijk altijd al kenden. Alleen dan met een iets bredere riem. We moeten natuurlijk wel zorgen dat de energie van de dynamo overgebracht kan worden of andersom. En waar we natuurlijk ook even op moeten letten, dat is de spanning van die riem. Als we hier ook bijvoorbeeld de poelie hebben van de startgenerator. En die riem die loopt daar omheen. Op het moment dat de startgenerator de motor aandrijft, dan zou bijvoorbeeld die kant uit kunnen draaien. Of in ieder geval de motor draait natuurlijk altijd dezelfde kant uit, maar dan zou de kracht die kant uit kunnen gaan. En andersom is het natuurlijk ook mogelijk dat de kracht de andere kant uit gaat. Ik bedoel, op het ene moment ben je aan het assisteren en de andere kant wordt je geassisteerd. En dat betekent dus ook dat je je spanrol dubbel uit moet voeren. Als ik hier aan mijn spanrollen teken. En die riemen die gaan verder. En dan moet je dus zorgen dat je er twee hebt of eentje met dubbele veren. Want dan kun je een riem natuurlijk. Je moet altijd zorgen dat er genoeg druk op die riem staat. Anders dan krijg je een slippend geheel en dan bespaar je helemaal geen brandstof. Nou, dit zijn eigenlijk de basics van de Maat Hybrid.